Goedemorgen. We zijn vertrokken met vier vandaag naar de Single Kai Breeders Auctions. Van de Jagata. Hier ligt sneeuw. Tegenover de andere dagen lag er geen sneeuw. Temperaturen zijn 5 graden ongeveer. Onze chauffeur erop. Goedemorgen, Trop. Goedemorgen. En wie hebben we nog bij? Who's there? Ra-ra-ra. Yo, Kari. Goedemorgen. Goedemorgen. En de David nog. Hoe lang is het rijden, Rob? Ik denk nu nog 10, 12 minuutjes. Ja. We gaan naar de Niagata Breeders Auction toe, Shinko Kai Auction. En die wordt gehouden in het Yamakoshi Branch Office. Dus verder boven in de bergen bij Yamakoshi. Ja. En eerst zelf vissen bekijken. Die zijn of verpakt in zakken of ik denk dat alles wel in zakken ligt omdat het koud is momenteel. Dus normaal gesproken in het najaar hebben ze die vissen wel buiten op display, maar nu is het te koud. Dus eens even eerst de vissen goed bekijken en vervolgens een bod doen. Hè. Kijken of alles wel klopt aan de vissen, de opdrachten van klanten. Dat er niks beschadigd is of wat dan ook. Dat is wel belangrijk. En dan eens bekijken wie er allemaal zit. Hè. Ja. En of vandaag de prijzen fatsoenlijk zijn of niet. Dat gaan we moeten afwachten. Hè? Ja, zeker. Nu rijden we hier het gebied Uragawa in. We komen hier rechts zit verscholen Kawakami Koi Farm. We komen zo bij Turazo voorbij. En de volgende is dan Miyaishi, Sakazuma, Otsuka, Oya. Hier zitten echt een paar minuten van elkaar zitten natuurlijk de kwekers verstopt. Ja. Hier is Torazo. Zowel rechts als links heeft hij faciliteit. We zullen voor straks zien erop dat de veiling vlot gaat. En we hebben deze namiddag nog. Het hangt er een beetje vanaf. Ik vermoed dat het rond 3 uur is afgelopen, maar het zou ook iets eerder of iets later kunnen zijn. Het hangt er een beetje vanaf het aantal vissen. Er zitten best wel wat vissen. En of de biedingen vlot verlopen of niet. Ja. Nou, goed, ze hebben tussendoor ook nog een keer een breken. En voordat we gaan beginnen krijgen we nog wat te eten. Dus om 11 uur begint het en ik geloof dat we daarvoor nog wat te eten krijgen. Ja. Perfect. Dan gaan we straks zien dat er nog tijd over is. Of anders is het voor de komende dagen. Nou, gelukkig. Zijn jullie wel wat langer hier, dat scheelt. En aandacht is voor jullie 100%. Vanaf morgen rijdt Sato met jullie natuurlijk, die bij me werkt. Sato, ter informatie, is iemand die al jaren hier in de kooi-business zit. Die is vorig jaar begonnen op aanvraag van hemzelf bij ons. En die is welkom, heeft enorme kooi-kennis. Hij werkt in de zomer hier bij Otsuka, doet mee met selecties van Tosai. En, want in de zomer immers is het een rustperiode voor ons en is het veel te warm om te exporteren. Het is veel te hoog risico. En er zijn ook heel weinig vissen weer beschikbaar in de zomer. De kwekers zijn dan bezig natuurlijk met de kweken uiteraard. En dat is voor hun natuurlijk het start van het nieuwe seizoen alweer. Hè? Ja. Die kijken alweer door naar het jaar daarna. De sneeuw is hard aan het smelten, Jurgen. Ja, maar dat ligt nog een heel pak, hè? Ja, maar er is natuurlijk ook een enorm pak gevallen. Ja, en met deze temperaturen gaat het hard naar beneden toe met de sneeuw. Ja. Oké, let's go to the auction. Yes. We zijn aangekomen. We staan nu op de parking. Het schijnt ongelooflijk hier. Ik was hier nog niet geweest dat er sneeuw lag. Ja, aan de kanten ligt nog deftig wat sneeuw. Het gebergte is ook heel schoon. Hè. Het is wel aan het smelten. Maar dat ligt nog een meter. Ja, anderhalve meter sneeuw.
evenement is binnen, dus dat valt al goed mee. Anaconda. Prachtig. Hier en daar zie je dus een mudpond erdoor komen. We zijn ondertussen binnen. Ik heb wel een mondmasker nu op, dus ik kan proberen dat het hoort. Dat is een eventuele zoekopdracht van de klant. De tension show ook. Smakelijk. Lekker eten. Zet je hem op vloer. Smakelijk erop, Sam. En schoon dat je in het water blijft. Maar je ziet natuurlijk niet zo goed dat ze een beetje aangedampt zijn. Je kunt dan niet meer schudden met je zak. Alle kerken, alle karren stonden al terug gereed voor de vissen mee terug te pakken. We hebben vissen van Torazzo. Thank you.
kwaliteit over het algemeen is hoog. Natuurlijk is het heel moeilijk, want de vissen hebben een beetje stress van de juiste bedrijf te kiezen. Deze geeft wel een idee van de kwaliteit. We zijn even terug naar buiten gegaan, ze beginnen direct. Nu schijnt het zonnetje schoon. Dat is ongelooflijk. Heel veel kwekers die het roken. Ja, gelukkig niet. Ja, dat zicht is prachtig, hè? De bergen. Morgen begint de veiling pas om 1 uur. 13 uur. Dus we morgen eerst 2 kwekers bezoeken. En dan verder naar de auction van morgen. Bij Oya Koi Farm. Die zijn mediavissen zitten daar. Dus eens kijken. Hier kunnen we nog niet doorgaan, want dan zie je niks meer, denk ik. Dan ben ik ingepakt in de sneeuw. はい、皆さんどうもお疲れ様です。本日は、本日の皆様に新潟オークション、ご参加いただきまして誠にありがとうございます。今日は、新潟市、新潟の生産者43名の、えりすぐりの、声が出されております。今月行われる、若鯉品評会、そして来月の幼魚に、使用できる鯉も、たくさん出ておりますので、よく吟味していただいて、このオークション盛り上げていただきたいと思います。今日はどうかよろしくお願いします。 はい、じゃあそれでは始めていきたいと思います。特に注意事がありますあります。金額とか、あと動画とかの撮影の方は、お控えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ゆうさん、以上やりや。 Dus we hebben een boekje hier. Een boekje wat we kunnen volgen. これ3万。倍3万両から3万両、3万両から3万両、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 3万両
Yes, de veiling is afgelopen. Iedereen is aan het inpakken de vissen. De kwekers zijn nu terug naar huis met de vissen. Wij gaan nog een kweker of twee bezoeken. We hadden 3 opdrachten van klanten voor te bieden. We hebben de 3 klanten tevreden gesteld. Ja, we gaan dus nog 2 kwekers bezoeken. De welke, dat weten we nog niet. Het hangt er een beetje af van wie het al thuis is met de vissen.
Nu is het allemaal een gedring hier. Voor zo snel mogelijk hun vissen terug thuis te krijgen in de kwekerij. Ik wil hier nog eens op een berg zien. Rob is nog even roken. Ik schat dat hier nu in het zonnetje nou, toch wel 18 graden zal zijn. Ja, 15, 18 in, het zon, in de zon. Ja, gewoon zalig. Beste stop voor vandaag. Shinoda. Ik wil niet filmen, want die zijn nog andere planten van iemand anders. Dus. Ja, ik kan even filmen, maar we zullen zien. Voetpaddeke. In het voetpaddeke, de maatje. Shinoda is vooral bekend voor de Dotsu Yutsuri's. Er zijn hier ook al Dotsu Chiro's tussen zitten. Yutsuri's en Yutsuri's? Ja, Yutsuri en dan Dotsu. Wat is de specialiteit van die twee? Specialiteit is Dotsu en Yutsuri. Ah, ja. Maar ik zag daar juist ook een bak met algemene. Dus, een bak met wat? Met algemene. Ah ja. Only the pickup? Yeah. Sure. Yeah. Dit zijn volgens mij de tatagoois. De breeder Shinoda heeft hier zijn selectie in zitten. Hier zitten algemene vissen in. Wat mij vooral opvalt, meer en meer kwekers. Gewoon algemeen, hè. Waar niks mis mee is natuurlijk. Hier zitten zijn kanonnen.
Hier het surrie is van misschien wel 90 of een meter. Kinderen showen. Dolce Showa, hier in Zurich. We zijn ondertussen aangekomen bij Zakkerzummi. We zijn eigenlijk vandaag nog even, we hadden nog tijd over. We zijn er juist bij Shinoda geweest, nu bij Zakkerzummi. Op de terugweg naar het hotel. Voor eens te kijken, kunnen we iets selecteren. Wat zit er? Zijn de visjes goed, prijs, kwaliteit. Dit zijn, Rob kwam juist zeggen, dit zijn zijn categories. Natuurlijk heel slecht op beeld te zien, want het water is een beetje troebel. Veel eiwitten op. Dat zie je aan de schuim. Proteïne. Ik heb al eens een paar keren boksen gehad van Zakkerzummi. Heel sterke vissen. En kwalitatief heel schoon. Ook naar toekomst toe. Heel schoon. Ik heb enkel wat honger. Hè. Dus die, dat merkte gewoon. Zie je ook in de netten, daar zitten eigenlijk de verkochte visjes in. Hè. Dan steken ze die in netten en dan blijven ze hier tot ze een shipment hebben. Hier zitten we bij de Nissan. We zitten hier bij Zakkerzummi nog. Dit zijn ook zijn tatagons. Shiro's, Arriwake. Blijkbaar is er ook een mengeling van Shiro naar Arriwake. Hier is gewoon vissen. Gewoon patroontjes voesten. Thank you.
Heel speciaal. In de week komen we terug naar hier. En dan gaan we proberen van iets los te krijgen. Wat zeker ook in de winkel komt. Ik heb altijd één of twee bakken met klein tossa's. Voor de beginning van hobbyist. Voor de mensen, de hobbyisten die het klein visje groot willen brengen. Ze zien er ook heel goed uit, heel sterk. Het zal een maatje groter zijn. Weer een andermaat.